is dus de trip waar we het over hebben gehad. Een roadtrip doen eigenlijk. Naar Frankrijk, naar Zwitserland, naar Milaan, naar Venetië. We zijn aangekomen in Metz. Metz. In Frankrijk. En we beginnen met een spelletje. Scavenger Hunt. Scavenger Hunt. Kijk, daar staat onze Tom, jongens. Daar staat hij. Zodat we met de metro naar Milaan kunnen gaan. Zo is het. Zo is het. Avonturiers zijn we. Zo. We zijn gearriveerd. En dit is waar we in uitkomen. Wat zijn dit voor plaatsen dan? Waar je komt. Hè? Echt, hè? De bus naar Venetië. Hi. Ik weet het. Ik zie er echt super sexy uit. Ik weet het. Welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag bijna Pasen. En jij hebt vandaag jouw allereerste paasontbijt op school, hè? Dat is cool. Maar waar is dan de paaseiertje? Waar zijn dan de paaseieren. Ken je dat niet? Dan denk je dat de paashaas is geweest thuis? Nee. Denk je niet dat hij is geweest? Of wel. Of wel. Maar dan moeten we even naar beneden om te kijken of hij er is geweest. Ja. En we weten niet of die een rommel heeft gemaakt in ons huis. Ik hoop het niet. Ik hoop het niet. De paashaas maakt toch geen rommel? Nee, maar ik hoop het wel. Want dat was wel een beetje gek. Nou. Ik weet het niet hoor. Zullen we even gaan kijken dan? Ja. Spannend. Spannend! Ja. Kijk wat de passen! Kijk wat de passen! Huh? Die heb ik helemaal niet gezien toen ik ging plassen! Nee. Nou ja. Is de paashaas geweest? Ja, zullen we het even in een bakje doen? Paashaas zin in koffie misschien? Ja. Nou ja. Nou. Nee, niet boven. Nou ja, zat hij daarin? Nou ja. Ook daarin. In de kast, denk jij? Ja. Nou ja, kijk maar. Ik weet het niet hoor. Je weet me nooit natuurlijk, hè? Wow! Wow, Jessie. Nou ja, die is wel heel groot. Ja. Wow! Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat het de grand finale was. Hè? De grand finale.
Wow. Nou, wat zeggen we dan? Dankjewel, paas. Goedemorgen. Het is inmiddels 5:00. Sergio is denk ik om 3:00 opgestaan. Half 3. En ik kom 3:30. Want onze vakantie is begonnen. Vakantie. Ja, Jess. Vakantie. En ja, dat is dus de trip waar we het over hebben gehad. We gaan dus een roadtrip doen eigenlijk. On the road again. En I've been waiting on the road again. En het is een lange trip. Want het is naar Frankrijk, naar Zwitserland, naar Milaan, naar Venetië, weer naar Zwitserland. Nee? Kemps. Sorry, Kemps, dat is Frankrijk, toch? En weer terug naar huis. En dat allemaal in 6 dagen. Dus misschien komen we meer kapot terug dan dat we erheen gingen. En zeggen we doen dit never nooit meer. Maar je moet het een keer gedaan hebben. En we dachten gewoon, we gaan er lekker op uit. We gaan met de auto. Dan zien we ook nog veel meer dan dat je gewoon met de vliegtuig naar plaats van bestemming gaat. En je bent gelijk zo beperkt. Ja, je bent zo beperkt. En nu hebben we gewoon lekker de auto mee. En dan kunnen we gaan en staan waar we willen. Auto volgeladen. Auto volgeladen met eten, met drinken, met spelletjes. Daar hebben we de voetbal mee. Jesse Silver die heeft zijn iPad mee en zijn tekeningen. En hij is alvast begonnen om zijn nagels te lakken met de stift. Oh, Jesse. Boef ben je. Je bent een boef. Ik maak nou een paardje nagel. Oh ja, oké. Okay. Maar ja, goed. Dus ik heb het losgelaten. Wij hebben vooral gezegd, we gaan niet stressen. We gaan gewoon relaxen. Ja. Het is een vakantie. Dat is al niet gelukt. Mijn reserveringen zijn in mijn hoofd heel goed gegaan. Dankjewel. Maar in de praktijk blijkt ik toch het een en ander niet te hebben gereserveerd. De ook nog kijken op waar het plekje is. Nou, het belangrijkste is dat als het goed is, dat we de plek hebben gereserveerd om te slapen. Maar we hadden dus bedacht om in Frankrijk een soort speurtochtje te doen met de telefoon. Ja. Nou goed, dat is ook niet gereserveerd, maar dat is natuurlijk gewoon voor jezelf en dat is zo gedaan, dus dat is geen probleem. En dat zullen we dus vandaag nog gaan doen. Daarna gaan we door naar Zwitserland, naar Zurich. Dan gaan we slapen in een tiny house. Ja. En dan zouden we eigenlijk de volgende dag, was de planning, naar een boottocht gaan. En naar het chocolademuseum. Dat was een soort van pakket. En ook milkshake te drinken. Ja, en ook een milkshake te drinken. Nou, dat kunnen we denk ik sowieso wel regelen. Alleen nu blijkt dat Sergio het in zijn hoofd geboekt heeft en niet daadwerkelijk. En het schijnt zo populair te zijn dat er dus nu helemaal geen plek meer is. Dus dat is jammer. Maar we gaan wel zien wat we dan gaan doen. Het was sowieso gezellig. Alleen ik baal er gewoon van. Ik denk gewoon in mijn hoofd. Dacht ik. Ik zweer dat ik gewoon dat ik het geboekt heb. Maar uiteindelijk kan ik het nergens terugvinden. Dus. We gaan iets anders doen. Ja, we kunnen het allebei niet terugvinden. Dus niet op TripAdvisor of via die Airbnb ding. Of, het is jammer. Wie weet ooit nog een keer. We gaan nu gewoon lekker. Misschien komen we wel iets naar iets veel toffers. Je weet niet wat je tegenkomt, hè? Zo is het. Zo vrij zijn wij. We zijn ruimdenkend. We zijn open-minded. Open-minded. Ja. In ieder geval, we zijn lekker een paar dagen vrij. En we gaan dingen zien.
In plaats van dat we alleen maar thuis op de bank zitten. Ja. Dus dat is wel leuk. Proost. Zo, het eerste tankpunt. Het is inmiddels 6:30. Ze hebben wel vaak gesnoept, hè? Ik ga even naar de wc. Nou ja, even uren om te plassen. Ik moet nog een keer naar de wc. Jesse Silver die heeft inmiddels al een heel rotzooitje gemaakt van de auto. Nee. Jawel, die dacht ineens, ik ga mijn eierkoek kapot slaan. Gelukkig hebben we ervoor gekozen om een handstofzuiger mee te nemen. Van Luxemburg naar Frankrijk. Zijn we bijna bij de grens naar Frankrijk. Ben je er klaar voor, Jesse? Waar gaan we naartoe? Nou, iets meer enthousiasme. 1, 2, 3! Frankrijk! Nou zijn we in Frankrijk! Nu zijn we in Frankrijk! Vive la France! Vive la résistance! Lekker papa! Zo, kijk eens! Waar zijn we bijna? Oh, dit, ja, dat klopt. Ja, nog 33 minuutjes en dan zijn we bij plaats van bestemming. Oui. Ik kom echt bij. Zit je zorgen maar opzij. Vous êtes en Laurent. Hallo, we zijn aangekomen in... Metz. In Frankrijk. En we beginnen met een spelletje. Scavenger Hunt. We hebben een trail app moeten downloaden. Ik ben nu ingelogd. Hoe heet ons team, Jess? Teamwork. Zo heet ons team. We staan op een mooie locatie. Oké, we moeten nu... We zijn er net 1 minuut. Ik moet naar het toilet, toch? Ja, dat is waar. Jij bent al geweest. Ja, maar jij wilde niet ineens. Wat was de eerste vraag? Hoeveel levende wezens lunchen elke dag zonder mankeren buiten het restaurant van het geschetste deel van het gebouw? Oh. Dit is het geschetste deel. Lunch. Wij denken dat het antwoord 8 is, omdat deze mensen aan het lunchen zijn. Kijk, dat staat heel moeilijk te doen, maar kijk, deze mensen zijn aan het lunchen. En het gaat om wezens en er staat ook nog een hond bij. Dus die tellen we gewoon mee. Dus wij denken 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, hè? Ja. Yeah! Ja, oh, we krijgen wel gelijk te horen dat het goed is. Ja. Dat is wel leuk. Oké. Okay. Nou, gaat deze levende wezens ook. Mooi, hè? Ja. Het is ook wel mooi voor in van onze tuin. De vraag is... In welk jaar komen de geallieerde troepen Metz bevrijden? Oh, dan zouden we misschien het antwoord hier moeten vinden. Ik denk 1918. Ik denk het ook. Ik vind het wel een mooie boog. Het is een... Port Serpenoise. Klinkt als een gerecht. Ja. Doe mij een Port Serpenoise. Met een beetje extra anchovies. Dat het kan. Daar het park in. Echt hoor, en dan daar het park in. Oké. Okay. Alles voor de puzzel. Ja, hoe sterk is papa, Jesse? We moeten een raadsel oplossen. En dat zal misschien het jaartal zijn waarschijnlijk waarvan deze man hier is geweest. Van deze ploeg. Goed verhaal. Hij heeft in ieder geval dit wapen vast. Hè? Dus dan zou ik zeggen 1. Ja. Hij heeft niet zo lang haar. Is hij ook een laarzen aan? Ja. Dus 1800. Ja. Ik zie daar ook nog dat zwaard ernaast? Volgens mij wel. Ja, hij heeft een zwaard ernaast.
Wij denken 1860. Ik denk 1860. Hoppakee! Hey! Jessie is moe. Geeft niks, jongen. Maar lekker liggen. Welk dier draagt de kroon, is de vraag. Ik denk een salamander. Ja, denk jij een salamander? Ik denk een salamander. Oké. Okay. Ik vind het wel een beetje een lelijke salamander. Ik dacht dat het een gedemoniseerde eend was. Het was een kikker. Een kikker gedrocht, ja. Het was eerder een pad. Ga liggen. Een eerlijk pad. Kijk nou hoe gaaf. Hey, goedjes. Hij had het niet door. Zo, moet even bergje op. Ja, we lopen inmiddels in de regen. Zo, kijk eens. Ik heb eventjes wat hele leuke blikken gescoord. Ik ben er helemaal blij mee. Beetje wat ouderwetse en een wat nieuwerwets. Helemaal leuk. En tijdens het shoppen herinnerde ik Sergio ineens ergens aan, wat hij totaal was vergeten. Wil je het erover hebben? Nee. Ik begon er eventjes over, want we gingen in een snoepwinkel waar we deze leuke blikken hebben gekocht. Hoe het eigenlijk met zijn schuimpjes was afgelopen. Met mijn schuimpje? Dat is wel een beetje een denigratie van... Ja, want hij was vergeten om de oven... Hey. Doet je zoon je gewoon even verraden hier zo. Ja, we waren even bang dat was vergeten de oven uit te zetten. Nee, dat had ik espresso gedaan. Ja. Die moet... Moet 6 dagen aan. Ja. Op 69 graden. Alle stekkers eruit, maar de oven, die blijft aan. Maar we hebben een app waarin we de oven kunnen bedienen, hè? En als het goed is, stond hij toch wel uit. Maar de buurman gaat toch voor de zekerheid even checken. Dus dat is wel fijn. Ja. Hè? Ja. Is fijn, zo'n goede buur. Zeker. Zo. Terug op roet. Inmiddels al een uur onderweg. Ja, zeker. Een kleine vertraging. Ja. Er was een flinke botsing gebeurd. Flinke botsing en afslag gemist. Afslag gemist? Ja, ik zat helemaal hier. Ik heb afslagen moest hebben. Ik denk, ik ga naar huis naar Zwitserland. Ja. Zo, nu ben je ook weer scherp. Rij maar voorzichtig. Holy moly. Jesse Silver hebben we inmiddels een soort van vastgezet met de hoofdband. Zo, nog een half uurtje ongeveer. Kijk jongens, wat een uitzichtje. En daarachter, ik kan helaas niet inzoomen met deze camera, maar daar zien we gewoon sneeuw op de berg. En bovenop die berg. 4 minuutjes. We gaan een beetje de bewoonde wereld in volgens mij. Bruggetje over. Kijk, ze hebben ook water. Kijk, daar staat onze Ton, jongens. Daar staat hij. Grappig. Staan we een beetje schuin? We horen de koeien. Hoor je ook de koeienbel? Koebel? Ja, hoor je ook de koebel? Ja. En daar is volgens mij ons huisje. Dat is ons tiny huisje. Tiny huisje. Uitzicht. Zo, dit is het jongens. Het is alleen om te slapen. En we hadden het over een tiny house.
Dan krijg je ook Tiny. Kijk. Hier kan je zitten. Hier kan je slapen. En hier kan je slapen. Dit is de warmte. De heater. We hadden het natuurlijk weer. We zijn wel. We dachten dat we heel goed voorbereid waren. Maar ze hebben hier dus blijkbaar ook andere stopcontacten. We hadden er ook totaal niet bij nagedacht dat Zwitserland niet bij Europa hoort, blijkbaar. we zijn gewoon gegaan. Maar het komt allemaal goed. Ze is echt super lief die ons ontvangen heeft. Ze zegt ook, nou ja, als het nodig is, heb ik wel zo'n adaptertje. Maar het kan ook gewoon met een USB. Dus dat komt helemaal goed. Geen wifi in de kamer, maar wel daar. Hey, vent! Wow, je gaat te ver! Je gaat te ver. Gaan we in je kamertje doen? Ga je hem op je eigen bed doen? Ja. Ik wil de grootste kamer. Nee. Ah, kom op. Zo, kijk dan hoe sterk. Je kan ook van mij liggen. Zo. Je hebt je eigen bedje, Jess. Wow, heb je gewoon je eigen bed? Doe maar hier. Ga ik doen. Hier moet je koffertjes gaan. Waarom? Ja, dat is handig toch? Daar is het bed. Moet hier ik is jouw bed. Ja, daar. Oké, okay, ga jij dan bij mij slapen? Als jij het lekker vindt, schat, kom je lekker bij ons liggen. Maar dit is jouw bedje. Gaan dat jullie is daar boven? Ja. Als je het lekker vindt, kom je lekker bij ons, schat. Het is groot genoeg. Hé? Oh! Dat is goed! En blak! Zo! En blak! Oh, oh. Nou, dus in hier staat dus. Ja, zijn de kamers. En dat kunnen we dus open doen. Dat staat dus schijnbaar altijd open. En hier is het lekker warm. Tessie, blijf je bij papa? En hier is een koelkastje, koffie, thee voor ons. En dit is dus de wc en douche voor alleen ons gebruik. Hallo! Dus die ga ik gelijk gebruiken. Dag. Kom schat, uit je tiny house. Let's go! We hebben ons even omgekleed, hè? Ja. Want we gaan even naar het restaurant. Ja. Zie je er weer mooi uit, Jessie? Wat is aan het groeien? Kijk, die berg. Die berg is aan het groeien. Ja, die groeit. Oh. Kijk uit, hè. Als je hem nou zo doet. Recht. Dan kan je hem hier aan vasthouden. Hé, hey, hier zo je hand in. Ja. Goed zo. Goed vasthouden, hè. Dan gaan we eten in het restaurant, hè. Restaurant. Gaan we poepen in het restaurant? Ja. Oh. Nou, nou. Heb je wat heb je? Aspergesoep. Soep van de dag. Lekker hoor. Is lekker warm en een schuimpje erop. Schuimpje erop. En wat heb jij, Jessie? En patat. Smakelijk eten. En lekker. Smakelijk eten. Marcel. Ik durf het bijna niet te zeggen. Heeft veulen. Die is mooi rood. Dat is lekker mals. Ja? Een hele goede morgen. Nou, we hebben best wel super geslapen eigenlijk. Het bed ligt heerlijk. Hele zachte dekens. Jessie heeft tussen ons ingeslapen. Maar het zijn echt ja, lekkere dekens, kussens. Het bed vond ik ook echt prima gewoon. Ik zat zelfs te denken van, nou, ik kan me niet herinneren dat ik in jaren, sorry voor de beweging, zo lekker heb gelegen. Dus daar ben ik heel blij mee. Dit is ons uitzicht. Het
enige is dat het wel in de ochtend een stuk frisser was. Dus toen kreeg ik het zelfs een beetje koud. Terwijl ik dat gisteravond helemaal niet had. En we zitten wel langs een soort van snelweg. En dit ding is niet geluidsdicht. Dus dat hoor je wel. Maar verder, verder heb ik echt wel prima geslapen. Jesse die kreeg dus een beetje een soort van heimwee of zo. En hij moest gisteren ineens heel erg huilen en dat hij naar huis wilde. En tussen ons in ons bed. We gaan vandaag nog even ontbijten in het restaurant. En we hebben toch iets van een chocolademuseum kunnen vinden. De eigenaresse van de B&B die vertelde dat. Dus we gaan gewoon kijken of we daarheen kunnen. Het schijnt een kwartiertje te zijn vanaf hier. Dus ja, wat hebben we te verliezen, hè? Jesse Silver en Sergio zijn lekker gaan douchen. Daar aan de overkant. Dus ik ga even de spulletjes pakken en dan ga ik ze joinen. Zo, we zijn gedoucht. Jesse, wacht. Sleutels. Hey. Mega cool is het. Nou, we hebben een lekker ontbijtje op. Ja, en nou doen we. Jesse was een beetje aan het spelen en die verzint een soort van druivenplank. Het was eerst een pistool. Eerst een pistool. Maar toen draaide hij hem om. En ineens was het een druivenplank. Ja, logisch. Ondanks dat ik herhaaldelijk nee heb gezegd. Vindt Jesse het toch van belang om druifjes in. Dat is van noodzakelijk kwaad. Van levensbelang. Dat is. Er zijn heel veel. Er zijn heel veel. Oh, Jesse toch. En nog niet eten. Oh nee. Zometeen moet je morgen een lintje eten. Zo. Jullie mag het eten. Nou. Hé, maar we hebben er allemaal een paar. Welke ben jij, wit, rood of groen? Groen. Groen, oké. Okay. Dan ben ik wit. Nee, dan ben jij rood. Ben ik rood? Dan mag papa wit. Oké. Okay. Oké. Okay. Raak je bijna uit balans. We zijn daar. Laderag. Chocolademuseum. Ja, yeah, chocolademuseum. Nou, we hopen toch nog iets gevonden te hebben. Een ander chocolademuseum waar we op werden geattendeerd. House of Lara. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar... Handje, Jess. Chocolademuseum. Kijk. Kijk nou. Dat is een cacaonoot. Dat is pas een cacaonoot. We kunnen naar binnen. Joepie. Kijk. We gaan zo meteen naar binnen. Dan gaan we 5 chocolaatjes proeven. Deze kunnen we straks proeven. En helemaal aan het einde hebben we een chocoladefontein. Oh. Jesse, kom eens. Kijk, deze mag je omhangen. Wauw. Hier gaan we straks nog wel eventjes doorheen. Oh, deze ziet er al lekker uit. Aardbei, witte chocola. Oh. Doe maar scannen, Jesse. Kijk! Het zo! Zo maakt het
Ze maakten ze de balletjes. Ah, oh, dat zijn... Ferrero Rocher-achtig. Jess? Ja. Hoe is het? Chocolaatjes. En als je wil weten hoe die gemaakt wordt, dan pakken we hem op en dan leggen we hem hier op. Ja? En dan laten ze hier op het scherm zien hoe dat die gemaakt wordt. Oh, welke willen we weten? Ik wil weten hoe ze de konijn maken eigenlijk. Ik wil weten hoe deze. Deze? Ja. Oké, doen we deze eerst. Nee, die mag je niet aanraken. Deze, dit is die. Kijk, zie je dat? Dan mag je die daar opleggen. Zal ik deze even bijhouden? Die mag je loslaten, schat. Oh, kijk. Gaat in een malletje, dan doen ze hem dicht. Oh, dat was het. Dat was heel snel. Now let's look at the chocolate. You see a lovely semi-matte finish and a wonderful brown color. Jessie. Wow. Wacht. Donkere chocolade of melkchocolade? Doe je lepel eronder. Ik denk dat iets van karamel is ofzo. Ik denk dat het maar twee verschillende zijn. Oh. Moet het bolletje trekken? Trekken aan het bolletje. Oeh, witte chocolade. Oeh, die wil mama. Oh. Vind jij niet lekker, denk ik. Hey, en deze dan? Blond chocola. Doe maar je ding eronder. Doe maar even goed aflikken je lepeltje. En? Lekker? Welke voel je het lekkerst? Wat is dit? Blonde chocola. Dat is mijn chocola, denk ik. Oh ja. Ja? Nou, we zijn weer onderweg. Ja. We hebben nu eigenlijk een mini-versie van het museum gedaan. Want zoals eerder gezegd, was er dus vergeten echt te reserveren. Maar ik ben blij dat we dit toch even hebben gedaan. Het is fijn dat we een documentaire kunnen maken van iemand met ADHD. Of ADD. Huh? Niet gediagnosticeerd, maar aardig duidelijk. En nee, nog steeds ben ik ervan overtuigd dat ik het heb geboekt. In mijn hoofd heb ik hem, ik zweer het. Maar weet je wat ik denk? Ik heb alles geklikt, op mijn werk waarschijnlijk. Alles geklikt om de prijzen op te schrijven. En daar is het bij gebleven. Ja. Dus, en ik heb dat scherm gezien van boeken en zo. En daarom dacht ik dat ik geboekt had. Ik denk dat het daar fout is gegaan. Ja. Nou ja, goed, we hebben nu... Ik moet erin blijven, want anders ga je dood. Oh ja.
Nou ja, gelukkig hebben we nu toch een klein chocolademuseum gedaan. We konden niet ook met de tour meedoen. Waarschijnlijk hadden we dan nog meer gezien. Met chocola. En ja, ik denk het. Met je lepel eronder. En toen, ging je met een knopje zo naar voren en dan weer naar achter. En dan deed je met je lepel eronder. Zo. En dan naar achter. En dan weer naar voren. En dan ga je proeven. En dan smaakt het lekker. Ja, hè? Ja. Nou ja, zoals je hoort heeft Jessie Silver het in ieder geval hartstikke naar zin gehad. Het was ook echt super lekker. En uiteindelijk viel de prijs ook wel mee. Want we hebben €15 betaald voor ons drieën om naar binnen te gaan. Maar het was echt super klein qua museumgedeelte wat wij dan konden doen. Omdat we geen tour hadden. Maar dat was dus €5 pp. En dat kon je dan in de show. Kijk Jess, vliegtuig. Zweefvliegtuig. Ik zit midden in een gesprek. Kijk omhoog. Ja, maar dat vliegtuigje komt niet elke dag voorbij. En dan konden we dus bij het chocoladegedeelte, konden we dat eigenlijk weer inwisselen voor €5 Mama, per persoon. In dus winkels, ja. Eigenlijk heb je dan... Ik heb paarse bloem. Oh, jezus, dat gaat weer. In ieder geval hebben we eigenlijk een toertje gratis gehad. Plus een lepeltje en een stukje chocola. Ja, en ze deed er alsnog een klein driehoekje cadeautje bij. Ik heb nog niet tegen gekeken, maar... Nou, hartstikke leuk. En wat erbij komt kijken is dat we dus ook nog eens op tijd vertrekken. Naar Italië. Daar schijnt het als het goed is nog mooier weer te zijn. Mooier weer dan hier. Ja. Dus next stop is Milaan. En voor de record, we hadden geen internet hier. En Sergio beweert dat hij de weg wel weet. Dus, nou, dit kan wel spannend worden. Tweede berg linksaf. Zo, ik rijden net eigenlijk door een soort van dorpje heen. En we komen nu heel dicht bij de berg, waar bovenop gewoon sneeuw ligt, jongens. Alsof je hem bijna kan aanraken. Dat is echt... Kijk dan. Bijzonder, hè? Dat je hieronder is vol met groen en daarboven ligt gewoon sneeuw. Ja, maar zomaar hier is het maar 6 graden. Dus, ja, het zal niet warm zijn. Maar 3, 4 graden minder en hier kan gewoon sneeuw liggen. Ja. Zo, we rijden weer een dorpje in. Lijkt het... Daar een paar huizen op een berg. Ik denk hier de hele tijd aan het liedje daarboven op die berg. En dan zie je ineens zo'n EP winkel, Electronic Products volgens mij of zo. Die hebben we bij ons ook gewoon. Die hebben een ski lift. Dat is wel leuk. Ik ben wel tot de conclusie gekomen dat deze mensen toch wel een partij goed ontwikkelde kuiten moeten hebben. Yep. Wow, we komen de hoek om en ineens een berg vol sneeuw. Dat is niet normaal. Dat is mooi, hè? Ik weet niet of het goed op de camera te zien is, maar dit is wel machtig. Yo! En dan gaan we weer helemaal. Wow. Yo, kijk! Wow. Yo! Bizar, hè? Die zijn wel een stuk hoger ook ineens, hè? Ja. We zijn heel even uitgestapt. Kijk dan. Dit is wel een mooie plekje, zeg. Zo, dit is mooi, hè? Ja. Kijk dan hoeveel sneeuw daar achter, Jessie, op de berg.
staan op het punt van de Gotthard tunnel. Milano staat al op de borden. Op de borden. Bijna Italië, jongens. Ja, bijna Italië. Het zonnetje die komt ook gelijk een beetje even binnen schijnen. Bellissima. Bellissima. Fantastico. En we moeten plassen. Ja. Dus dat is niet zo'n goed moment. Maar in noten hebben we altijd nog deze. Lekker grote opening. Heb je je plastaartje bij je? Nee. maar deze is zo groot, die kan er wel overheen, hè? Die van jou kan er ook wel in zo. Nee, dat past niet. En we hebben billendoekjes. Nou, helemaal top. Wij zijn voorbereid in nood. Zo. Nou, het onvermijdelijke gaat gebeuren. Jessie moet plassen. We staan nog steeds in de file bij de Gotthard. Gaan we hier een beetje hier staan? Dus we hebben deze. Jessie gaat staan. En dat kan niet. Even een beetje privacy. Nee, juist niet. Nee, juist niet. Want... heeft al een beetje geplast. Oké. Okay. Oh. Shit, je moet ook nog rijden. Ja, leg maar neer. Nou, ik kan verder niks aanpassen. Gotthardtunnel, 17 kilometer. Daar gaan we. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5. 16.942 meter. Zo. We zijn door de tunnel. Even gelijk plassen. En Jessie... die is weer helemaal oud. En ik heb ze stiekem al een stukje chocola gepakt. Niet normaal. Lekker. Kennen jullie die karamek? Die wij in Nederland hebben. Daar smaakt het nou. Oh, zo lekker. Zo, ik heb even mijn ogen dicht gedaan. En toen deed ik ze weer open en toen dacht ik, hé, hey, die huizen die zien er Italiaans uit. Siamo arrivati in Italia. Daar hebben we sensoren voor. Dat is waar. Piep, 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 piep. Jessie Silvers, eerste keer in Italië. Zo, we zijn er bijna. We zijn een beetje de bergen in aan het rijden nu. Beetje? Beetje. Heel erg. Beetje heel erg. Kijk maar. Oké. Okay. Zo. Dus ik ben alvast even aan het oefenen. Dan zeg ik... Mama, ja? Maak van mij een foto. Moet ik van jou een foto maken? Kijk. Oh, met je voeten zo. Ja. Ja, doe ik zo, ja? Eén momentje. Piacere. Io sono René. Oh. En mi video. Oh nee. En mio figlio è Jessie Silva e mio marito Sergio. Piacere. Piacere. Nou, komt even goed joh. Niks meer aan doen. Waar moest ik een foto aan van maken? Dat je gewoon even stoer aan het zitten bent hier zo. Ja. Ah, oké, is goed. Zo. Dit zou het moeten zijn, jongens. Dat dit ons verhuis is. Voor vandaag, ja. Oké. Even kijken wat hij had geschreven. Zo, we zijn aangekomen en dit is onze kamer. Ga je onze rondleiding geven in de kamer? Nee. Dat kan toch niet, mama? Nee? Oh. Nou, lekker bedje. De temperaturen schijnen heel erg te verschillen, dus vandaar... Even wachten, dan mag je ons rondleiden. Dus er staat een verwarming hier, die is wel vrij warm. Holy moly. Maar dat schijnt... Nou, die kan je heel snel uit en aan doen. Ik wil naar buiten. Ja, laat maar eventjes zien. Ik heb mijn schoenen al aan. Heb jij je schoenen al aan? Kijk. Zo. Je hebt ze verkeerd om aan. Ik zit aan de verkeerde voet, schat. Nee, ik heb het niet. En ik doe dat graag. Papa is daar naar de wc.
Wij gaan met naar beneden. Ga jij de keuken laten zien? Gezamenlijke keuken, hè, met één familie, met één andere familie. Hier kunnen we zitten. Oh, mijn huis. Schattig huisje. Kijk, laat maar zien. Kom maar. Ja. Dit is onze keuken. Dit is de keuken, hè. Die moeten we delen met één andere familie. Ah, dat is hartstikke gezellig, denk ik. Jesse zei al gelijk, dit is mijn keukentje. Daar lijkt het wel op, hè. En hier gaan we morgenochtend krijgen we hier een lekker ontbijtje. Ja. Oh, wat leuk. Gaan we naar buiten? Slaan ik tegen. Kijk uit van de. Kijk uit bij de kachel, hè. Oh. Kijk uit bij de kachel alsjeblieft. Niet aanraken. Kijk, zo'n hele grappige pizzakussen. Hè? Ja. Nou, kom maar dan. Pizza kussen. Zo. Zo. Kijk zo weer. Schattig, hè? Oh. Droeden. Oh, schattig. Hey. Hi. Kom maar. Dat is wel een leuk tuintje, hè, zo. Ja. Dat is gezellig. Kijk, kom maar dit. Oh. Dat is leuk. Ga je helpen? Waar zijn de kleintjes? Ja, ik denk hier, daar mogen we niet komen, hè. Zo, en dit is ons gezamenlijke badkamer en toilet. Maar het loopt zo goed hier dat ze wel bezig zijn met een tweede privé badkamer. Maar het is hartstikke prima. Schoon, ruikt goed en een leuke paarse deur. Zo, wij gaan er eventjes op uit. We gaan op zoek naar een etentje. Varenna gaan we naartoe. Varenna. Het is een pareltje uit de buurt. Mama, jij gaat niet mee. Jij gaat niet mee. Ik ga niet mee en okay. Jij ook niet. Oké, doei. Nee, jij gaat niet mee en ik ga niet mee. Oh, maar we gaan iets leuks doen. We kunnen daar ook spelen. Ja. La casa dei nonni. Voorzichtig. Zo. Zo. Parkeerplaats met een mooie uitzicht. Deze kant op. Nee. Deze kant op. Waar is onze auto ook alweer? Oh, die gaat nu een keer op zijn plaat. Ja, echt. Lekker uitzichtje zo, hè? Ja, dit is wel mooi, hè? En hij zei dat dit een bijzonder plaatje is, want er zijn maar iets van 80 inwoners. Ja. Maar er zijn echt een paar muzikanten en kunstenaars en zo die hier wonen. Oh ja? Omdat het is dicht bij Milaan en zo. Maar hier is het gewoon, hier is het gewoon heel rustig, ja. En... heel mooi. Kom maar, we gaan naar parking van Varenna. Het schijnt mooi te zijn. Het was weer 50 minuutjes rijden van waar we sliepen, dus... Hopefully it's worth it. Ja. Maar kijk, daar zien we al iets. Inderdaad. Het ziet er wel mooi uit. Ik ben benieuwd. Zo, Jesse. Vind je ervan? Mooi, hè? Beetje overbelicht, maar.
dat is beter. We hebben het gevonden, we hebben geparkeerd en we zijn aan het wandelen. Hey! Mijn loslaten en jullie. Nee, dat. Dit is iets te schuin hier, Jess. Dit is iets te schuin. Dan lig jij ineens tegen het hek aan. Kijk, daar is het Como meer. Ja. Oh, volgens mij lopen we dood. Ook niet. Dit is even een mooi stukje geniet, hè, schat? Goedemorgen. We gaan even over weer op de telefoonbeelden, want de camera is leeg. We hebben geen extra accu meegenomen, want we moesten al zoveel meenemen. Lekker zo'n vuurtje in de gang. Nou, we gaan even kijken of er al gewerkt wordt aan het ontbijt. Buongiorno. Buongiorno. Ik heb honing in mijn warme melk. Oh, heb je lekkere warme melk? Oh. En met honing. Oh, lekker. Oeh. Dat lust ik ook wel hoor. Dat lust ik ook wel. Waar we even niet over na hadden gedacht, is dat het eerste paasdag is vandaag. We wisten het wel, maar niet echt over nagedacht. Ja, waardoor er dus waarschijnlijk wat dingetjes gesloten kunnen zijn. Ja, hij zei al, zondag is het natuurlijk al een heilige dag hier. En dan is het ook nog eens Pasen, wat vet belangrijk is. Ja. Dus ja, Jezus Christus. Letterlijk. Zo, wat hebben we allemaal voor ontbijt? Nou, lekker warme melk. En brood en crackers. Cupcake. Zelf huisgemaakt. Zo, we gaan weer on the road. Jesse Silva zit er al in. Met je lekkere appelsappie, hè? Ja, en Sergio is een beetje in de chaos. Want we lopen naar de auto. Toen dachten we, oh, wacht even. We hebben de koelblokken nog in de vriezer liggen daar. En, oh, ik heb hun sleutel nog in mijn zak. En waar gaan we nou eigenlijk naartoe nu? Dus het is lekker chaos. En het probleem is dat we hierboven hebben we geen internet. Dus althans heel slecht bereik. Dus ja, als we ergens naartoe willen of even zoeken, dan moeten we dat eigenlijk met wifi doen. In het huis. Dus Sergio is even terug aan het lopen. Kijk, als we beneden zijn, hebben we wel weer een beetje bereik. Maar ja, het is dus even de vraag. We gaan waarschijnlijk toch gewoon naar Milaan rijden. En dan zien we wel of daar nog iets te doen is. En anders kunnen we altijd gelijk door naar Venetië rijden natuurlijk. Zo, we hebben onze auto geparkeerd. En we gaan nu op zoek naar de metro. Zodat we met de metro naar Milaan kunnen gaan. Zo is het. Zo is het. Avonturierszuinig. Zo, niet te zuinig. Zo, we zijn op het station. We moesten heel nodig plassen. Dus we gingen echt op een super gore toilet. Maar we waren blij dat hij er was. Dat is wel fijn, hè? Dat is wel fijn. Ja, nou, dus we hebben tickets. We hebben tickets. Hopelijk gaat dit goed. Ja, hiermee kunnen we naar Milaan. En dan straks moeten we... Weer terug? Voor terug, inderdaad. Oké. Okay. En nou even kijken wat er allemaal open is. Er zit dadelijk helemaal niks open. Oh my god. Zijn we in ieder geval in Milaan geweest. Kun je een vinkje maken? We kunnen ook even naar Rome gaan. Ja, tuurlijk. Even langs Laura. We moesten de andere kant hebben, dus we gingen rennen. En Oké. We zijn gearriveerd. En dit is waar we
in uitkomen. Oh. Kijk. Dit is een stad, Poepie. Kijk, H&M is open volgens mij. Ja. Yes. We zijn in Milaan. Het plein van Milaan. Hierin was de Prada. Ja. Waar gaan we heen? Daar zijn ze daarin? Daar naar binnen. Oké. Okay. Prada. Louis Vuitton. Zo, we zijn in een hele grote boekenwinkel. Dan hebben we voor Jessie leerboekjes, hè? Ja, leer- en tekenboekjes. Hè? Huh? Nee, want je kan het al zo goed uitspreken. Hè? Als je dan iets moet nazeggen, dan heeft hij echt wel een goede uitspraak. Hij heeft inderdaad wel aanleg voor talen. Ja. Welke wil jij, Jessie? Aha. De pizza. Pizza. Met de pizza met de worst. Oh, ik heb een Caesar salad. En wat heb jij voor lekkers? Pizza. Pizza. En jij hebt een pokeball, hè? Yes. Eet smakelijk. Smakelijk. Even gestopt voor een koffietje en een gebakje. Jessie ligt oud. En dan gaan we zo weer met de metro terug. En dan gaan we door naar Venetië. Het is ongelooflijk, maar het is ons gelukt om gewoon terug te komen. Met de metro, een stukje lopen, waar we gratis geparkeerd hebben op een pleintje. Kijk, dat is pas ideaal. Oké, okay, volgende stop. Venetië. Wow, hoi dan Jess. Wat is dat? Een klok. Een klok. Waar is die klok dan? Ja. Nog één minuutje. Of eigenlijk zijn we er al. Dit is het. Dat is ons huis. Palma Grill. Is dit ons huis? Nee, dit is het huisje waar we even gaan slapen. Poepen in ons oude schoentje. Ja, we gaan ook weer poepen in ons oude schoentje. En we zijn er. Oh, Jessie die gaat tegenwoordig gewoon zo. Oké. Okay. Nou, we zijn benieuwd. We zijn een beetje misleid door de eerste foto die erop stond. Want daardoor leek het alsof we in een kasteel soort van zouden slapen. Ik ben jaloers op deze wereld. Oh, ik ben ook jaloers op deze wereld. Maar goed, dat is het dus niet. Het is geen kasteel, maar het ziet er wel leuk uit. Ja, ik ga wel vragen wat dat kasteeltje nou is dan, van die foto. Want ja. Het is een beetje raar. Dat is een beetje vreemd. Maar goed. Misschien is het de achterkant. Ja. Het zou wel ineens heel anders zijn. Oké. Okay. Neem al een koffertje mee of niet? Nou, ja, kan. Ja, why not eigenlijk. Mama, neem je even een koffertje mee? Ja, dat is okay. Goed. Oké. Okay. Ja. Niet gelijk de weg oversteken, hè. Hier blijven staan. We hebben in ieder geval een klein piazzaatje. Hè? Ja. Dat is wel leuk, even voetballen. Nee, maar ja. Op antwoord. Ze heeft de sleutel voor ons daaronder gedaan. Kijk, je ziet een geheime sleutel. Onder de bloempot, hé. Hey. Geheime sleutel.
Ja, die spierballen van jou komen wel goed van pas, Jess. Spannend. Dat vind ik altijd heel erg fijn als het lekker is. Oké, okay, we're not alone. Oké. Okay. Onze kamer is daar rechtsachter. Dan, waar je komt. Hè? Echt, hè? Ja. Ineens iemand op het balkon. Oké. Okay. Ah. Ja, ik sta op ons balkon. Oh, die nou? Doe het licht maar aan. Wauw, kijk dan. Ja, dit is wel lekker. Dat ziet er goed uit. Wat doe je nou? Nee, wat deed je? Nee. Onze mooie opgevouwen. Nou, Sergio die krijgt even een massage. Ik ga even op zoek naar het toilet. En dan kijken we even verder. Zo, ik heb het toilet gevonden. Ziet er netjes uit. Dat dan weer wel. Schoon, netjes. Het ruikt ietsje minder. Maar dat is de riolering. Kijk, het is ook wel vrij modern. Hè? Huh? Nou, we zijn even bij een soort van café beland. Even iets kleins te eten. Ik kan lasagne. Jesse Silver wil heel graag pizza. En Sergio die doet een... ging ik weer doen. Ik weet niet meer. Een kipsnitzel. En het grappige is dat hetgeen waar we dachten te slapen, hier aan de muur hangt. Dus daar slapen we duidelijk niet. Dus het is een beetje gek dat je dat als eerste foto heeft staan. Of de foto. Maar het maakt niet uit. We slapen er voor 2 nachten. Zag er mooi netjes uit. Dus we gaan even lekker eten. En morgen naar Venetië. Oeh. Zo Jesse, wat heb jij te drinken? Pesca. Pesca. Er was geen lasagne meer, dus ik ging voor pasta aiolio. En Sergio die heeft toch besloten ook voor pasta te gaan. En we hebben ook zojuist besloten om pizza. Om als laatste dag, dan zouden we nog naar camps gaan in Frankrijk. Zouden we nog slapen, maar we hebben zojuist besloten om dat over te gaan slaan. En dat we dus een hele lange rit door gaan trekken naar huis. Omdat anders zouden we pas laat woensdag aankomen. En het was echt puur om te slapen. En niet om daar nog wat te gaan doen. En we gaan allemaal werken op donderdag en naar school. En Jesse Silver, het is best wel veel voor Jesse Silver natuurlijk. En hij is ook best wel heimwee naar gewoon ons huis. Dus we hebben zojuist besloten dat we gewoon dan vanuit Venetië rechtstreeks naar huis gaan. Zo, pas dit. We moeten ook in huis, de bas is de bas is leuk, ja. We gaan ook iets eerder naar huis. En dan gaan we poepen in onze oude schoen. God, ziet er niet. Ik denk dat de vlog gaat heten poepen in haar oude schoen. Volgens mij is het lekker weer, Jessie. Wat denk jij? Het is lekker weer. Ja? Yes. Heb je lekker geslapen? Heb je lekker geslapen, Jessie? Ja.
Zo. Rechtop zitten met je koekje. Zo. Zitten jullie al lekker aan het ontbijt? Wat heb je dan voor lekkers? Melk met suiker. Melk met suiker, hè? En een croissantje gevuld met jam. Lekker. Ja, een cappuccinootje. Cappuccinootje. En een kwark. Cappuccinootje. Croissantje. En een kokosjoghurtje. En zullen we dan boven de buren wakker worden, wakker worden, wakker worden? Ja. En papa heeft ook poep. We waren zo lief om met z'n drieën te gaan douchen, weet je wel, want gisteren moest ik heel nodig plassen. En toen ging de een naar de ander douchen. Dat is dan minder fijn als je met z'n allen in één zo'n huis zit. Ja. Dus vanochtend dachten wij, laten we in ieder geval met z'n drieën in één keer onder de douche stappen. Ja. En toen was zij ook niet zo lang te wachten, dat is wat ik dacht. En dat was superleuk! En toen ging Jessie Silver, die moest ging natuurlijk een beetje zingen. Toen kregen we keihard gebronk. Ik bedoel je. Ja, ik dacht een kasteel geboekt te hebben. Dus, Zijn we in het kasteel? Nee, dit is het kasteel. Nee. Nou, hier kunnen we wat drinken halen. Dit is het keukentje. Het weer ziet er goed uit. We gaan lekker ontbijten en dan gaan we lekker weg. Buongiorno. Zo, we staan nu bij het busstation. Waar gaan we ook weer heen, Jessie? Naar Venetië. Yeah. Er ligt in ieder geval water in de kanalen, heb ik begrepen. Oh, dat is mooi. En het wordt nog wat warmer. Kijk, toppie. Het water is gemaakt... Andersom, ja? Het water is gemaakt van water. Ja, de straat is gemaakt daar... van water. In plaats van auto's hebben ze boten. Ja. Nou, we hebben een uur gewacht, want het is een feestdag en we hadden hem net gemist toen we de kaart nog gingen halen, maar hij is er. Hoppakee, de bus naar Venetië. Daar zijn we dan. Het zijn allemaal stappen. In plaats van een rond bruggetje waar je overheen kan lopen met. Ja, dan moeten we eigenlijk kijken waar Phil is geweest, hè? Ja. Dopo te la porto via io dopo. Sei tanto che sei in Olanda? Sì, sì, sì. Io sono nata lì. È perché vedo che parli bene. Ma che ci si aspetta. Aspetta, moment. In a moment. Oh here, eh? Met wat is het? Waar zit het? Je ziet het, ja, ze ziet het. Ja, ja, ja. Ja, gaan we maar vak. Zo'n week. Oei, kijk dat, kijk dat. Zo'n knie die wil niet. Nee. Moet ik iets doen? Zo'n male, is een hoopje, zo'n male. Nou, mazzel. Ciao.
Ciao, amore. Buona Pasqua. Bye. Ciao, amore. Ciao, Beto. Oh, via, Beto. Dopo se vedemo. Fa lavoro, dopo andiamo a mangiare. Zo. Lig je lekker, Jessie? Het zit wel lekker, moet ik zeggen. Ja, hè? Bellissima, amore mio. Net als opa. Ciao, amore. Io mi stai che bello. Bella gasto. Quanti anni c'ha? Bello, eh? Quattro. Quattro, sì. Quattro, cinque, quattro. Eh? Sai quanti c'è? No, otto c'è. Otto figli. Otto? Otto. Quattro maschi. Oh! Quattro maschi e quattro femmine. Vier. Hai capito? Sai quanti anni che c'ho io? Uno. Fini. Prossimo 69. Anno. Il prossimo anno faccio 80. No! Sono dai 44, so. Ah, ma 80 volgend jaar. Oh! Buongiorno! Dit is Santo Marco Pantalone. Dit is de oudste kerk van Venetië. Heb je weken niet meer met je? Metto un attimino il... Vai. Sì, ga staan. Waarom? Even een mooie foto. Kijk naar mij. Hier is George Clooney getrouwd, jongens. Superleuk schijnt het te zijn. Ja, kindjes zwaaien. Zwaai terug. Je wilt heel zwaaien? Ze hebben toch geluk met het weer ook, hè? Sole mio, stai fronte a te. Oh, sole mio, stai fronte a te. Dat er een krokodil aankomt. Hallo! Hey. Hallo! Hey. Eén grote filmset hier. Aha! Een klakzooi, hoi hoi. En we komen aan op het plein. Oh, dit was het nog niet. Dat is ook wel een heel klein pleintje dan. Uiteraard heb ik hier weer geen bereik. Oh. We gaan even zoeken naar het echte plein. Het ziet er wel mooi uit. Ja, zeker. We doen het nog even een keer over. We doen het even opnieuw over. Kijk. Dames en heren, het is allemaal... Het is gewoon alsof je een paar eeuwen teruggaat. Dat is het een beetje, denk ik.
hè? Dat is een supergrote cannoli. Pistache, aardbei en chocola. Ik had gevraagd of dat raadje aan chocola of tiramisu. Lekker. Eet smakelijk. Een hele goede morgen. Het is inmiddels 5:30. We hadden eigenlijk de wekker al gezet om 4:30, maar Sergio was nog heel erg moe. We gaan ons opmaken voor de hele lange terugreis. 15 uur of zo. Dus hopelijk hebben we alles mee. Ik heb net al geplast, maar ik moet weer. Maar ik heb de deur al dicht gedaan. Dus helemaal top, begint het al. Ik heb even het hek opengemaakt. Jessie werd wakker met hele aangekoekte ogen. En die is echt verschrikkelijk aan het hoesten. Met een lelijk hoesje heeft hij. Dus ik hoop niet dat hij nu ook nog eens ziek gaat worden. Het hek gaat dicht. En dan is het arrivederci. We zitten in de auto. Het is flink gas erop. Want we waren even tanken bij het tankstation en even plassen. En toen hoorde Sergio dat ze blijkbaar om 9 uur... Een nationale vrachtwagenblokkade hebben in Italië. Dus als mannen naar Zwitserland. Als een mannen naar Zwitserland, anders hebben we echt een probleem. Het is al 15 uur rijden. Als we dat er dan ook nog bij hebben, dan gaat het niet goed komen, denk ik. Dan moeten we alsnog ergens gaan slapen. Dus, nou, hopelijk zijn we net op tijd weggegaan om het allemaal te ontwijken. Het zal er ontspannen, ja. Ja, nou. Zo, we zijn inmiddels 5 uur verder. We hebben van afslag afgeweken, zodat we sneller uit Italië zouden zijn. Nou, dat is gelukt. Nu rijden we niet via Zwitserland, maar via... Oostenrijk. Maar kijk dit dan. Holy moly, guacamole. Zo. Nou, we rijden gewoon bijna in een wolk. Zo hoog. Oh. Rammen gelijk bijna de berg. Zo, bijzonder hè? Wow, cashew. Patat, cashew. Pikachu. Tomaat. Wauw, kijk dan. Pikachu. Mooi hè? Mooi. Zijn thuis, Jessie. Zijn daar. Oh, wat een rit. 15 uur in de auto gezeten, Jessie. Bijna een hele dag. Lekker naar binnen gaan. Je hebt het zo goed gedaan, hè. Lekker een beetje lekker. Gaan we even knuffelen. Goedemorgen. Goedemorgen, poep. Oh, in ons eigen huisje. Ik kwam aan en toen was het nog helemaal opgeruimd. Nu ligt alles weer helemaal vol met onze spullen. Beetje jammer. Maar toen ik binnenkwam dacht ik, oh ja, ik was vergeten hoe mooi ons huis is. Hè? En hoe is het met jouw ontstoken oogjes? Goed. Gaat wel iets beter al, hè? Ja, en ik heb hier al een beetje uitgehaald. Ja. En hier. Ja. En allemaal dingen. Ja. En ik zie nog een beetje hier zo. Ja. Hier, maar dan moet er nog iets op. Want ik zie dat het nog een beetje paars is. Ja. We gaan dadelijk ook nog even in bad. Ja. Eerst even lekker ontbijten.
onze laatste slechte dingetjes opmaken. Want we zijn allemaal weer ik denk wel 5 kilo aangekomen. Doris? Oh, sorry, schat. Toen ik ook binnenkwam, toen dacht ik... Oh, ik ben vergeten hoe het huis te blijven. Ja, ben je ook blij weer thuis te zijn? Ja. 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 Hoe lag je eigen bedje weer, schat? Lekker. Jouw eigen bedje. Jouw eigen bedje? Hier. Ja? Lekker. Was fijn, hè? Ja. Ja, lekker. Dus we gaan vandaag even wasjes draaien, ja, opruimen, de laatste lekkere slechte dingen opmaken. En dan gaan we vanavond naar de... Strand! Nee, naar de film van Mario. Nee, dat gaan we hier, dat gaan we vandaag doen. Ja, vandaag naar de film. En oma Elsje gaat mee. En het is helemaal 4DX, 3D iets. Dus met, met bewegen en en geur. Zijn het allemaal 3D-billen? Maar oh, dan hebben we er 4. Is dat ook een 3D? Ja. Mooi. Oh, kijk, ik zie een regenboog. Oh ja. Zet maar eens op. Kijk naar je scherm. Nou, dan weten we in ieder geval dat we die hebben. Hoeven we die niet te kopen. Ik neem aan dat als ze toch niet goed werken, dat we ze daar nog kunnen kopen. Pas zo. Toch? Dus, nou, laatste vakantiedagje. En ik heb ook mijn koffie gemist. Mijn lekkere koffie. Want toch waren ze niet zo lekker als hier. Zou je niet zeggen? Ik weet gewoon die kat ervan. Ja, ik zei al... Helemaal los. Maar ik heb ook hard getraind, dus aan mijn spieren. Ik kijk het dan van mama. Hé, hey, knappie. Ja? Heb je er 2 op elkaar? Ja. Nou, we gaan er nog even een lekkere dag van maken. En dan hopelijk kan ik snel de vlog voor jullie maken. Want ik zag al dat jullie ons misten. Hartstikke lief. Dus ja, hopelijk komt deze vlog snel online. Hi. Ik weet het. Ik zie er echt super sexy uit. Ik weet het. Hou je in allemaal. Oh my god. Nou. Gisteravond zijn we naar de film geweest, naar een Mario film, in een 4D functie. En ik wist mijn god niet wat het was. Ik dacht een beetje aan de pandadroom in de Efteling of zo. En het was dat. Maar dan keer 20. Het was gewoon een attractie op zich. Ik miste echt een beetje de gordels. Maar het was, ja, ik vond het erg leuk om mee te maken. Maar Sergio, die was me een partij misselijk. Niet normaal. Dus, ik heb me weer kapot gelachen. Omdat ik Sergio echt alleen maar zag. Jezus. Dus voor hem hoeft dat niet nog een keer. Ik vond het wel leuk. En mijn moeder was ook gezellig mee. Nou, die was echt dan in 30 jaar niet naar een bioscoop geweest. En toen kwam dit. Dus dat was ook hilarisch. Vervolgens was Jessie er wel een beetje klaar mee. Die had ook heel veel last van zijn oog. Heet hij pus uit zijn ogen, zoals ze in de auto ook al was. Erg vervelend. En koorts. Op een gegeven moment. Dus ja, we zagen de bouw al hangen. Dat hij dus niet naar school zou kunnen, wat erg jammer is. Want ze zouden vandaag naar de kinderboerderij gaan. En er stonden politiewagens en ambulances om te kijken. Of dat ze erin konden kijken en zo. Dat was erg leuk. En s'avonds kreeg ik ineens geen contact met mijn moeder. Ze was hier blijven eten. En op een gegeven moment ik haar appen en die appjes komen niet aan. En dat is niks voor mijn moeder als de appjes niet aankomen.
En dat ik denk, want ze heeft altijd de telefoon opgeladen en aanstaan. Dus toen heb ik ook nog de huistelefoonnummer gebeld. En daar nam ze ook niet op. Na 3 keer. Dus toen begon ik me toch wel zorgen te maken. En op een gegeven moment dacht ik, nou weet je, beter te veel dan te weinig. Dus ik ben in de auto gestapt om 11 uur. En naar mijn moeder gereden. En toen dacht ik, oké, de auto staat daar. En toen zag ik toch iets van licht flitsen in de woonkamer. Dus ik dacht, oké, waarschijnlijk zit ze gewoon tv te kijken. Dus ik ben naar binnen gegaan. En ik kom daar aan. En ik zie mijn moeder als echt een halve Eskimo zo op de bank zitten. Zo. En zij had waarschijnlijk dus wel iets gehoord. Dus ze dacht, ik loop even naar de deur. Maar we hebben zo'n glazen tussendeur. En daar stond ik aan de andere kant. En ik dacht, ze heeft me gezien. Nou, niet dus. Dus die deur gaat open naast ze. Schrok de tandjes. Dus er was niks aan de hand, maar toen bijna wel. Nou ja, beter te veel dan te weinig. Dus wat bleek? Haar telefoon stond nog in vliegtuigmodus. Ja, daar hadden we even allemaal niet aan gedacht. Dus nou, gelukkig niks aan de hand. En ja, de volgende dag. Ja, Jessie dus koorts. En ik denk ook van, nou, ik voel ook een beetje mijn oog. Ook een beetje aangekoekt. En nou, dit is het dus nu aan het einde van de dag. Echt. Oh, en het blijft maar tranen en pussen. En verschrikkelijk. En dus ja, ik heb alsnog mijn werk af moeten zeggen. Niet zozeer voor mezelf, want ik wist niet hoe erg het was bij mezelf. Maar voor Jessie. Ja, dus ik kon ook niet naar mijn werk helaas, omdat Jessie dus koorts had. En Sergio die was al, moest gaan werken. Dus daar hebben we wel mee geregeld dat hij morgen vrij is en dat ik alsnog naar mijn werk kan. Alleen, ik heb dus dit oog. Dus ik ga even kijken hoe ik dat ga doen. Misschien dat ik heel gek misschien een beetje met de zonnebril op ga lopen of zo. Want ja, er moet ook gewoon niet te veel inkomen. Ik moet er eigenlijk niet te veel aan zitten. En het ziet er ook niet uit. En het is hartstikke besmettelijk blijkbaar. Want ik heb het gezellig overgenomen van Jessie. Ja. Ondertussen is Sergio alweer helemaal lekker bezig met zijn kookkunsten. En er stonden alweer gelijk mensen in de rij om weer eten bij hem te halen. Dus nou, dat is in ieder geval leuk. Hallo. Nou, inmiddels zie ik er zo uit. Oh, kijk al dat pus. Ja, sorry hoor. Het is echt heel onsmakelijk. Ik ga het zo even schoonmaken. Ik ben alleen maar aan het schoonmaken. Vanochtend was helemaal erg. Maar mijn rechteroog is dus nu ook mee gaan doen. En links, die is al wat meer open. Maar die stond vanochtend echt zo. Ik ben toch maar gaan werken. En, want ik heb gelukkig geen koorts. Jessie Silver heeft helaas nog wel koorts. Die had net nog 38,3. Maar het is een beetje op en af met hoe opgewekt hij is. Hij heeft nog lekker met zijn vriendjes gespeeld. Hier zo. En nog niet naar school. Sergio die is thuis gebleven vandaag. Ondertussen weer even lekker gekookt. Maar nou ja. Beetje jammer dit. Maar het is gelukkig nu weekend. En ik ga vandaag de vlog voor jullie maken. Kom je erbij, schat? Ja. Wat is het? Gelijk hebt. Wat? Ik denk dat hartstikke dood is. Wij denken dat onze mooie toog die we buiten hebben staan hartstikke dood is. Dat er groeit gewoon helemaal niks aan, terwijl er hele mooie bloempjes uit moeten gaan komen. Er is tegen ons gezegd, je hoeft er niks aan te doen. Nee. Gewoon zo neerzetten en dat groeit gewoon weer. Ja. En alles begint in bloei te komen. Ja, onze pot daar en zo. Of, maar daar gebeurt gewoon helemaal niks naar Canada. Nee. Nou ja. In ieder geval. Ja, ja, ook een beetje op afstand. Hopelijk vonden jullie dit weer een toffe vlog. Ja, wij in ieder geval wel. Wij in ieder geval wel. Superleuk gehad. Ja. En doe vooral een duimpje omhoog. Zeker weten. Vergeet niet te abonneren. Belletje aan te zetten. Belletje aan te zetten. Ja, want dat is nu zeker wel handig om even een belletje aan te zetten. Want ja. We uploaden nu even iets wat minder vanwege nou ja, de hectiek. We hebben gewoon heel veel te doen. En we hebben zoiets van, we willen vooral leuke dingen filmen. En niet elke keer als we weer thuis zitten en zo. Maar gewoon als we er lekker op uit zijn, dat we jullie meenemen. Dus hopelijk zijn jullie er blij mee dat we een nieuwe vlog hebben geüpload.
Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten. En we zien jullie heel graag bij de volgende video. Ciao.